Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij de gast Duco Bannink, universitair hoofddocent bestuurskunde aan de Vrije Universiteit. Duco, hi. Welkom. Dankjewel. Ja, leuk dat je er bent. Ja, jij bent vind ik ook erg leuk. Ja? Ja, mooi. Jij bent bestuurskundige. Ja. Ja, ik werk ook bij bestuurskunde. Ik ken het vakgebied daarom ook goed. Maar er is ook veel discussie over. Hè? Wat is nu precies bestuurskunde? Ja. Kun je daar eens mee beginnen? En dan met het oog op het boek dat jij geschreven hebt, namelijk Besturen zonder wij. Vorig jaar gepubliceerd. Ja. Maar eerst maar toch even de kern van, ja, wat is nou bestuurskunde? Ja, ja, dat is inderdaad een goede vraag die ook wel goed past bij dat boekje. Er zijn verschillende opvattingen over, denk ik. Bestuurskunde was altijd de leer van het bestuur. En het bestuur werd dan altijd gezien als het openbaar bestuur. Dus dan is bestuurskunde kijken naar hoe overheden functioneren. Ik denk dat dat eigenlijk vroeger was het hele interne gebeuren van politieke meningsvorming tot uitvoering van beleid. Dat is echt wel ouderwets, dat doen we al een hele tijd niet meer. Ja, sorry, je moet meteen toelichten. Politieke meningsvorming? Nou, bijvoorbeeld in het parlement, zeg maar. Het parlement en het helemaal die kern van die politieke meningsvorming is misschien eerder het domein van de politicologie. Maar de bestuurskunde, er is een oude bestuurskundige, die heet Wilson, die thematiseerde eigenlijk het onderscheid tussen bestuur en politiek, beleid. En die zei, het bestuur is datgene wat gevormd beleid implementeert, waarmaakt, neerzet, et cetera. En de bestuurskunde zit denk ik op deels op het snijvlak van die twee dingen. Van meningsvorming, dus in die hele politieke sfeer, naar beleidsuitvoering. Met vooral een nadruk op die beleidsuitvoering. Hoe werkt dat nou precies? En ik denk dat in de vroege bestuurskunde het eigenlijk vooral daarover ging. Dat was eigenlijk een heel erg intern gericht veld. Dat ging over de vraag, wanneer is beleid nou goed? Wanneer is het rationeel? Wanneer klopt het? Ja. En acteurs die in Nederland heel groot waren, was bijvoorbeeld Hogewerf. Hogewerf is echt een klassieke bestuurskundige. Wanneer leefde die man? Hij is overleden, dat weet ik eigenlijk niet precies. Oh. Niet eens zo heel lang geleden. Oh, okay. Maar hij was actief in Nederland. Eigenlijk vanaf het begin van de Nederlandse bestuurskunde. En dat moet je een beetje lokaliseren in de jaren 60. Ja. Dat was van tevoren al wel bestuurskunde. Maar dat is wel heel interessant, joh. Dat is dus een vakgebied dat pas in de jaren 60 opkomt. Nou, het bestond wel eerder, maar toen heette het anders. Ja, hoe heette het toen dan? Dan was het onderdeel bijvoorbeeld van politieke wetenschap. Ja. Of soms van sociale wetenschap, soms van economie. Dus echt als zelfstandig veld ontstond het toen. Maar die Wilson die ik net noemde, dat is begin van de vorige eeuw. Dat is een Amerikaan. Ja, dat is een voormalig minister-president. Ja, dat geloof ik wel. Dat weet ik niet precies. Ja, van de Verenigde Staten. Ja, van de Verenigde Staten. Ja, niet van ons. Ja, dat weet ik wel. Dat is een voormalig president van de Verenigde Staten. Okay, ja. Ja, dit was ook een intellectueel. Die schreef inderdaad een heel beroemd artikel over dat verschil tussen politicologie of het studieobject van het politieke. De politicologie en het studieobject van de bestuurskundige bestuurspraktijken. Ja. 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 Maar dus zo begon het dat uit elkaar liep. Maar het liep toch ook nog wel deels in elkaar. Dus bestuurskunde zat nog in het kielzog van de politicologie. Ja. Dus die Hogewerf heet die. Hogewerf. Ja. Dan verandert dat en dan komt eigenlijk de moderne bestuurskunde. Nou, precies, want er ontstond zeg maar een probleem. Want die beleidsimplementatie is altijd implementatie in iets, in een samenleving. Ja. Dus het probleem dat daar ontstond was, je kan dat beleid nog zo rationeel optuigen, nog zo ervoor zorgen dat de doelboom helemaal klopt. Je hebt bovenaan de doelstellingen, van onder zitten subdoelen, daaronder zitten instrumenten, daar kan je eindeloze berekeningen over maken over wanneer dat nou werkt of niet werkt. Ja, ja. Maar de vraag is, waarin werkt het dan? En waarin het werkt is in een samenleving. Dus wat we toen kregen was het idee dat die samenleving niet vanzelf meebeweegt met datgene wat je als bestuurders zit te verzinnen. En dat maakte dat de bestuurskunde dat in aanmerking moest nemen. En ik denk dat we daarin eigenlijk twee fasen zagen die je ook in de bestuurskunde heel erg ziet terugkomen. De fase van het New Public Management en de fase van tegenwoordig, denk ik, de New Public Governance. In dat New Public Management was eigenlijk het hoofdidee. Rationeel beleid is ook beleid dat interveneert in de keuzes die burgers en organisaties maken. Burgers en organisaties werden geacht voor zichzelf te denken of werden gedacht voor zichzelf te denken. Wat er in die periode ontstond, en dan zijn we zo'n beetje in de jaren 80, was het idee die burgers moeten worden gestuurd. Want die doen niet vanzelf wat wij als bestuurders verzinnen dat ze doen. Dus dat beleid kan niet rationeel zijn als we niet ingrijpen op de keuzes die burgers maken. Hey, voor de duidelijkheid, is dat nou nieuw public management? Ja. Oké.
Dus, dus voorheen, de bestuurskundige had een bescheiden, observerende rol. Intern eigenlijk vooral. De aard van het, van het beleid zelf. Ja, dat klopt. En vervolgens, die bestuurskundige die gaat meer denken van hoe kan ik burgers in hun gedrag sturen. Ja, precies. Nou, ik heb genoeg actuele casus in mijn hoofd als ik dat zo hoor. Dan denk je direct aan coronabeleid. Van hoe kun je gedrag sturen? Dat is dus wat de bestuurskundige gaat doen. Ja, er kwam nog een fase na, hoor. Ja, dat heet nieuw public governance. Ja, dus die eerste fase van het nieuw public management nam eigenlijk die burger als vrij simpel. Als een belangengedreven ding. Niet alleen burgers, hè, ook organisaties. Ja, ja. Het gaat ook over bijvoorbeeld uitvoerende organisaties. Ja. Een van de, denk ik, gevolgen van New Public Management in Nederland was bijvoorbeeld het deels decentraliseren van de bijstand naar gemeentes. In een ouderwets bestuurskundig idee denk je, we hebben een bijstand, we stellen een set regels op en gemeentes gaan die uitvoeren. Ja. En als die regels goed zijn, is de uitvoering van de bijstand goed. Ja, nog even, sorry, even meer de casus afbellen. Wat is de bijstand? Wat doet de bijstand? Ja, de goede vraag. Ja. Bij de bijstand gaat het om inkomensvoorziening aan mensen die niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Ja, werklozen. Ja, het gaat om mensen die eigenlijk niet ook werkloosheidsrechten hebben opgebouwd. Mensen die zeg maar nog moeilijker zitten in de arbeidsmarkt en in de samenleving. Okay. Dus de bijstand is zeg maar, dat is een beetje een vervelende term, maar voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Ja, en vanaf de Tweede Wereldoorlog hebben wij een bijstand? Nee, 1965. 1965 hebben wij een bijstand. Ja. Dat is dan gewoon een voorziening. En dan komt die nieuwe manier, die nieuwe bestuursfilosofie op. Ja. Dat noemen we nieuw public management. Ja. Die komt op in de jaren 80, 90. Ja, en halverwege jaren 90. En wat gebeurt er dan met die bijstand? Ja, dat is interessant. Halverwege de jaren 90 zien we dat die bijstand, dat de risico's die de bijstandsverstrekking met zich meebrengt, dat die verplaatst worden van Rijk naar gemeente. Dus in de oude bijstand, 1965, was het idee, we hebben een hele set regels. Ja. En die regels schrijven voor wat gemeentes moeten doen als het gaat om de uitvoering van die bijstand. Dat past er niet zo heel goed bij een veranderende samenleving. Dus er kwamen bij al die regels weer subregels. Op een gegeven moment hadden we een heel ingewikkeld stelsel van wel 70 verschillende bijstandsnormen. Ja. Dat stond in het besluit landelijke normering. En eigenlijk werden we steeds gedetailleerder in het precies zeggen, in dit geval krijg je dit, in dit geval dat net een beetje anders is, krijg je dat. In nog weer een ander geval krijg je zus. En in nog weer een ander geval krijg je zo. Maar dat was nog steeds, werd uitgevoerd vanuit het idee dat gemeentes gewoon doen wat er in die regel staat. Ja. Dus het Rijk stelt een regel, gemeente voert uit. Maar meer en meer ontstond daar het idee dat die uitvoering eigenlijk niet gericht was op de doelstelling die het Rijk stelde bij die bijstand. En die doelstelling was eigenlijk arbeidsparticipatie. Maar dat is vreemd, want de bijstand is juist bedoeld voor mensen die niet participeren. Ja, je ziet inderdaad, dat ben ik wel met je eens, je ziet twee bewegingen tegelijkertijd. Die allebei in dat nieuw public management te vatten zijn. Dus de bijstand van 1965 zei, wij zorgen voor mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. En dat doen we via een stelsel regels. Ja. En met het ontstaan van dat nieuw public management zie je een beweging ontstaan waarbij enerzijds de burger niet meer wordt vertrouwd in zijn normconformiteit. Die wordt geacht zelf belangen of gedacht zelf belangen te hebben. Maar ook de gemeente wordt gedacht zelf belangen te hebben. Het belang van de burger is bijstand opstrijken, niks doen, is de gedachte. En het belang van de gemeente is bijstand uitvoeren en verder niks doen. Hè, maar dus die overheid die gaat op een gegeven moment heel sceptisch kijken naar de burger. Ja, zeker, zeker. Dus dit was het idee van de calculerende burger en de calculerende organisatie. Ja, ja. En omdat burgers en organisaties misbruik maken dus eigenlijk van de bijstand. Ja, dat gaat wel erg ver, maar calculeren. Calculeren, oké. Okay, optimaal gebruik maken. En eigen gebruik optimaliseren. En dan gaan ze opnieuw sturen. Ja, en nu op een nieuwe manier, door prikkels. Wat voor prikkels? Het risico van de bijstandsverlening wordt verschoven van Rijk naar gemeente. Dat wil zeggen, vroeger had het Rijk het bijstandsbudget. Voerde de gemeente de bijstand uit en kreeg terugbetaald de uitkeringen die werden gegeven aan burgers. Ja. Dus zeg maar, jij bent bij mij in de gemeente bijstandsgerechtigde, jij krijgt van mij 1.000 euro in de maand en ik krijg vervolgens 1.000 euro als gemeente van het Rijk, omdat ik die kosten voor jou heb gemaakt. Ja. In de jaren 90 verschoof dat. Dit risico werd eigenlijk gedecentraliseerd. Ja. Het Rijk gaf van tevoren 1.000 euro aan mij. En zei, als jij nou Jelle aan het werk krijgt, dan heb je geluk. Dan is die 1.000 euro, die heb je dan verdiend, zeg maar. Ja. En als Jelle niet aan het werk komt, dan heb je pech. Dan moet je die 1.000 euro blijven betalen. Dus het risico verschoof van Rijk naar gemeente. En dat was een antwoord op het idee dat die gemeente zich calculerend gedroeg. Niet uit zichzelf, zeg maar, inzetten op die doelstelling van arbeidsparticipatie. Mm. Maar gewoon, simpelweg, zonder achterliggende doelstelling, die regels van de bijstand uitvoerde. Ja. Kan ik het zo uitleggen dat de gemeente dus in de jaren 90 eigenlijk steeds meer wordt gezien als een onderaannemer die zelf rekenen met budgetten, slim moet omgaan met dat geld en als ze hun doelen beter halen, hebben ze geluk. Ook de doelen van het Rijk, ja, precies. Ja, dan knappen ze daar ook economisch misschien van op en dan kunnen ze dat geld bijvoorbeeld weer steken in
Mooie speeltuinen. Mooie speeltuinen, mooiere gemeentehuizen. Dat, ja, dus dat is eigenlijk het verondernemen van publieke organisaties. Dat is precies wat daar gebeurt. Duco, even een algemene term. Is dit ook wat mensen nou neoliberalisme noemen? Ja, ik vind die term... Namelijk toch het idee dat publieke organisaties eigenlijk zichzelf als een onderneming gaan zien. Met een eigen balans. Hou jij niet van die term? Nee. Maar je gebruikt zelf ook allemaal moeilijke termen, hè? New public management. Ja. Het is niet zozeer dat ik niet van die term hou, omdat die moeilijk zou zijn. Maar er zit heel veel in die term, heel veel normatiefs in die term. Ik denk dat new public management in zichzelf, los van zijn normatieve kwaliteit, in zichzelf een heel adequaat antwoord is op de probleemanalyse die toen gemaakt werd. De probleemanalyse was, burgers en organisaties zijn calculerende actoren. Die calculeren, die proberen hun eigen doelstellingen te bereiken door het uitvoeren en toepassen van beleid. Ja, ja. Het antwoord daarop was, sturen in die afweging. En dat is... Het antwoord is eigenlijk een bekrachtiging van het probleem. Want je ziet dus dat gemeentes aan hun eigen belang dachten en niet alleen een rijksdoelstelling. En het Rijk reageert erop door te zeggen van ga ermee door en doe je het heel efficiënt. Dan word je er ook nog voor beloond. Ja, zeker. Door te sturen welke doelstelling het was. Ja. Waarop ze zich konden richten. Interessant. Nee, dat klopt. Dus het was een bekrachtiging van het idee. Maar niet helemaal onterecht. Dat is ik vind die term neoliberalisme schuift heel makkelijk van tafel dat... dat er toch ook problemen waren in de uitvoering van beleid. Ja. Wij zagen een enorme hoeveelheid bijstandsgerechtigden in de kern van het bijstandsbestand zitten. Maar niet alleen dat, ook bijvoorbeeld in de gezondheidszorg zagen we enorme wachtlijsten. Zagen we het fenomeen van de ziekmakende professional. Dat is iets wat we in de jaren 70, zeg maar... De ziekmakende professional, kun je dat even uitpakken? Ja, Illich is dat. En het idee is daar dat... Als je bij de dokter komt, dan is die dokter, zeg maar, psycholoog. Dus je komt daar bij die dokter en zegt, ik heb buikpijn. En nou ben jij de dokter en in dit geval een psycholoog. Dan zeg je tegen mij, ik kijk naar jou als psycholoog. Ik zie hier een pakketje psychologische problematiek. En dan kan het best zijn dat ik maagpijn had omdat er toevallig iets in mijn maag mis is. Maar dat zie jij zeg maar niet als dokter. Dus jij zegt tegen mij, jij bent ongelukkig. En daarmee word ik in zekere zin ongelukkig. Je krijgt de problemen op de mouw gespeld omdat die professionals bevooroordeeld zijn. En eigenlijk ook dus die psychologie al waar. Ik hou ook hier niet van die normatieve termen. Die psycholoog is niet bevooroordeeld. Die is getraind in het waarnemen van dit soort dingen. Ah ja, dat is niet hetzelfde, vind ik. Dat is allemaal heel welwillend. Zoals ook die gemeente heel welwillend handelen. Ja. Het is niet zo dat al die mensen allemaal fout waren. En dat vind ik ook zeg maar jammer aan die term neoliberalisme. Die doet alsof onze rijksoverheid op dit moment simpelweg fout is, omdat die prikkels in een systeem invoert. Maar prikkels, die hebben soms een functie. Dus er komt in de jaren 90 een nieuwe bestuursfilosofie op, nieuwe public management, die reageert ergens op. Ja. En waarom ik het natuurlijk ook zo op inzet en zo op uitvraag, is omdat dat heel interessant is. Omdat dat nu in allerlei opzichten tegen zijn eigen grens aanloopt, denk ik, een nieuw public management. Maar het was een rationele reactie op iets. Een van die problemen, dat duid jij vrij diepgaand, want jij zegt eigenlijk, hoor eens, we hadden een naïef mens... En burgerbeeld. Wij dachten namelijk, burgers kun je gewoon met beleid bedienen. En we hadden te weinig door dat die burgers hun eigen belang nastreefden. En ook de instituties, bijvoorbeeld de gemeente, ook een eigen positie innamen. Ja. En dus moeten we ze meer gaan waarnemen als calculerende actoren in een speelveld. Ja, ja, ja. Hè? En als we die stap nou zetten, dan gaan we eigenlijk veel beter om met echte concrete problemen. Bijvoorbeeld, er zitten te veel mensen in de bijstand of de bijstand functioneert. Ja, maar ik vind niet, ik ben niet degene die deze probleemanalyse, laten we zeggen, maakt. Ik zei alleen maar dat die probleemanalyse gemaakt werd en dat het antwoord daarop eigenlijk, gegeven die probleemanalyse, een rationeel antwoord was. Ja, ja. Dat, het paste bij de probleemanalyse. Ja, nee, we hebben het hier over geschiedenis. Ja. We hebben het hier over geschiedenis, ja. Precies. Ja. Oké, dan gaat dat door. Dus het reageert dus op de problemen in de bijstand, de organisatie van de bijstand, maar ook de organisatie van de gemeentes überhaupt. Ja. Ja? Nou, oké, dus dan hebben we het over de jaren 80-90. En dan komt er weer een... Nou, inmiddels is er heel veel kritiek op nieuw public management. Ja, zeker. En als ik de kranten erop nasla, of als je het wiskundige lees, dan heb ik niet de indruk dat nieuw public management iets van de voltooid verleden tijd was. Nee, helemaal niet. Dat is nog gaande. Dus het roept wel iets op. Er was een... erg interessant boek vond ik van Power, dat heette The Audit Society.
En daarin had hij het over een, zeg maar, toezichtsexplosie. Ik ben het Rijk, jij bent gemeente. Ik geef jou een prikkel om zeg maar, bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen. Ja. Op het moment dat ik jou die prikkel geef, ga je die prikkel zitten uitbaten, zeg maar. Vervolgens moet ik kijken of je het wel goed doet. Want ik denk van, god, ja, die Jelle die gaat misbruik zitten maken van mijn prikkel. Dat past ook in hetzelfde mensbeeld. Als ik denk, jij bent calculerend, ik geef je een prikkel, moet ik er ook van uitgaan dat je calculerend omgaat met die prikkel. Ja. Dus het idee is daar dat je zeg maar de makkelijke bijstandsgerechtigde snel aan het werk helpt en de moeilijke bijstandsgerechtigde toch laat zitten om tegemoet te komen aan de prikkel die ik jou gegeven heb. Daar heb ik dan weer toezicht bij nodig. Ik moet kijken of je het wel goed doet. Maar vervolgens moet ik bij die toezichthouder kijken of die het wel goed doet en daar dan weer toezicht op voeren. Maar je moet toch ook zeggen van we vertrouwen de mensen dat ze dat toch op een fatsoenlijke manier doen. Dus die Audit Society, dat boek, dat klinkt, laat ik het eens vertalen, een poging tot, ja. De accountantsmaatschappij. Ja, zeker, zeker. Ja. Dus er komt een nieuwe schil van toezichthouders en bestuurders in Nederland die anderen gaat controleren. Maar waar is dat de rationele reactie op? Dat is de rationele reactie op het idee dat als jij calculerend gedrag vertoont als uitvoeringsorganisatie, ja. En ik als sturende actor, zeg maar het Rijk, probeer jou via prikkels te sturen. Ik er bovendien vanuit moet gaan dat je mijn prikkels rationeel, calculerend toepast. Ja. Dus ik probeerde dat net uit te werken met dat voorbeeld van die bijstandsgerechtigden. Ja. Als ik jouw prikkel om, dus ik ben het Rijk, jij bent de gemeente. Als ik jouw prikkel om bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen, dan zeg je oké, doe mij maar die prikkel. En dan ga je vooral de makkelijke bijstandsgerechtigden aan het werk helpen. Dat past in datzelfde idee. Ja. Dus op het moment dat ik weet dat jij calculerend bent, of denk dat jij calculerend bent, ik jouw prikkel, moet ik ervan uitgaan dat ook jouw reactie op die prikkel net zo calculerend is. Ja, ja, ja. Maar goed, oké. Dan moet ik gaan kijken, doe jij wel wat ik bedoel? Ja, en dat is dan niet zo. En daar zit je dan een apart orgaan voor op, dat is de toezichthouder. En daar moet ik dan vervolgens weer toezicht op houden. Ja, er is natuurlijk heel veel kritiek in de wereld van besturen op dit hele systeem. Nou, hier ontstaat een soort fenomeen dat zichzelf inderdaad vastdraait. Ja. Want als jij dan vervolgens zegt, ja, maar ik kijk naar de gehele bijstandsgerechtigde en ik maak hier mijn eigen keuzes als het gaat om het aan het werk helpen van mijn bijstandspopulatie. Ja. Dan weet ik als Rijk niet meer of ik jou nou moet geloven, of dat ik denk, jij bent hier calculerend met mijn prikkels aan het omgaan. Dat is onzichtbaar geworden. Ja. Maar onzichtbaar, of kijk, even ouderwet gezegd, of we gingen ervan uit dat we goed opgeleid zijn, dat we een bepaalde functie hebben in een in de Nederlandse staat. En dat we ook met vertrouwen dat die functie beoefenen. Dat wij zelf dat vertrouwen, zelfvertrouwen hebben om dat te doen. En dat vertrouwen hebben we dus verloren. En het Rijk vertrouwt ons dat we daartoe zijn uitgerust. Dus waar is het vertrouwen hier? Vertrouwen is verloren gegaan. In de jaren, zeg maar, 80. Ja, dat, ja. Dus dat is gewoon verloren gegaan. Nou, met het ontstaan van het idee dat burgers en organisaties calculerend zijn, ja, dat is bijna hetzelfde als zeggen, ik vertrouw niet meer op jouw, laten we zeggen, blauwe ogen. Ik vertrouw op het idee dat ik jou kan sturen via een prikkel. Ja, ja. Dus inderdaad heb je een andere verhouding tussen laten we zeggen, stuurder en gestuurde. En ja, in mijn boek dat je net even noemde, laat ik een modelletje zien waarin je eigenlijk ziet, maar we moeten nog naar die derde fase, hè? Daar komen we zo wel op. Maar waarin ik een modelletje laat zien waarin ik eigenlijk drie typen sturingsmechanismen bespreek. Zeg maar de hiërarchie, de markt en het netwerk, de afstemming, de onderlinge afstemming. En die markt hoort heel erg bij New Public Management. En ik denk dat het zo is dat in dat oude systeem, dat bureaucratiesysteem, eigenlijk het hoofdidee was dat stuurder en gestuurde het eigenlijk met elkaar eens waren. Eigenlijk samen onderdeel uitmaakten van zo'n geïntegreerd sturingssysteem. Ja. Ik ben Rijk, jij bent gemeente, jij doet wat ik jou vraag, omdat je nou eenmaal ook vindt dat jij onderdeel van dat systeem bent. En andersom, ik help jou als Rijk, omdat ik ook vind dat wij samen een systeem zijn. Ja. Dus we zijn het eens. Is de hoofdgedachte. De andere hoofdgedachte is, vanuit als Rijk, hè, als we dat voorbeeld zo mogen houden, kan overzien wat er gebeurt in die samenleving. Dus ik kan regels stellen die op een adequate manier de samenleving zeg maar organiseren. Ja. Dus bij die bijstand in 1965 was het idee, we hebben een bijstandswet en die overziet wat er in die samenleving aan de hand is. Ja. Dat bleek heel lastig. Ik noemde net al even dat besluit landelijke normering, die 70 bijstandsnormen die ontstonden. Die samenleving werd ingewikkelder. Er moest voor elke uitzondering weer een nieuwe regel verzonnen worden. En dat zie ik eigenlijk als een indicatie van het feit dat je dat niet meer kon. Dat het niet meer mogelijk was om dat geheel te overzien. Maar er waren dus twee problemen aan de hand. Het ene probleem is, jij als gemeente doet niet wat ik vraag omdat ik het vraag, maar alleen omdat je, zeg maar, geprikkeld wordt. Dat was eigenlijk probleem 1. Een probleem van een belangenverschil.
We zijn het niet meer eens. Ja. En probleem 2 is, we kunnen eigenlijk niet meer overzien wat er in die samenleving gebeurt. Op probleem 2 hadden we nog geen antwoord met nieuw public management, want dat is eigenlijk waar het misgaat, denk ik. Die nieuw public management die loopt vast, omdat in datzelfde voorbeeld ik als Rijk jou als gemeente een bepaalde doelstelling opleg via zo'n prikkel. Maar ook die doelstelling is te simpel. Ik prikkel jou op het aan het werk helpen van bijstandsgerechtigden. Maar die bijstandsproblematiek is veel, veel vormiger dan alleen maar de vraag: gaat er nou iemand aan het werk of niet? Kan ik hem eruit schoppen of niet? Ja, ik wil even proberen de lijn voor mij samen te vatten. Ja, ja. Want ik begon even met: wat is nou bestuurskunde? Ja. Ja, en ik denk dat de bestuurskundige bestudeert dus de publieke orde. Ja. Dat was voorheen de publieke meningsvorming. Dus dan heb je het over wat er in de Tweede Kamer gebeurt, hoe de media daarop inspeelt. Maar eigenlijk hoofdzakelijk gaat het nu over de structurering van het beleid. Ja, waarmee wij dus de publieke instituties richting geven. En publieke instituties, dat zijn eigenlijk organisaties die met een normatief doel in de wereld bestaan. Ja, en daar ook efficiënt mee om moeten gaan en ook geld moeten verdienen. Maar niettemin, het gaat om dat doel. Bijvoorbeeld gezondheidszorg of inkomensvoorziening. Organisatie dat wij hier in de gemeente wegen hebben en dichtbij snelweg zitten. Ja. Nou, dus de inrichting van publieke orde. Nou zien we in de loop der tijd dat grote onderscheid tussen besturen en politiek, dat gaat al terug tot Wilson, begin 19e eeuw. Maar we zien in de jaren 60 op het vakgebied in Nederland groot op, bestuurskunde. Eerst nog heel onmiddellijk, een beetje naïef, zeg maar. En dan is het idee van, we hebben gewoon een bureaucratie. Een Weberiaanse bureaucratie, om even zo te zeggen. Max Weber beschrijft dat al. De bureaucratie is niet bezig met wat willen wij nu voor deze samenleving nastreven, maar die organiseert dingen gewoon. Probeert dat zoveel mogelijk. Die werd dus ook legitiem geacht. Dat is onderdeel van zeg maar het setje veronderstellingen. De bureaucratie is legitiem. Ja, en de legitieme macht betekende ook van, je wil voor iedereen opkomen, voor iedereen het zo goed mogelijk regelen. Maar het is ook een tamelijk machinale aangelegenheid. Hè? Namelijk, iedereen is mensen wel, worden nummers en je bent gewoon aan het sturen. Ja. En dan dat model, dat is het bureaucratiemodel van de overheid. Ja. Daar komt de klad in. Ja, ja. En dan wordt daarop gereageerd met een veel meer marktgericht model. Dus een vorm van marktwerking die in de overheid naar binnen sluipt. Ja. Jij noemt dat nieuw public management. Ja. Anderen noemen dat toch neoliberalisme. Jij hebt je bedenkingen bij die term. Maar dat zijn dus, dan komt er een tweede manier van het besturen overheidsinstituties binnen de orde van het besturen. Ja. En dat is eigenlijk een die heel erg lijkt op managementdenken. Ja, ja. Dus de private sector manier van denken, die wordt dan inspirerend binnen de publieke sector. Ja. Dat loopt nou ook weer tegen zijn grens aan. En dat heeft te maken met dat ze niet goed zien welke doelstellingen ze waar moeten nastreven. Die nieuwe managers. Dat zeg je eigenlijk. Hè? Dat zeg ik eigenlijk. Die zijn wel slim in prikkelen en het samenspel tussen gemeentes. Gemeentes onderling, de competitie tussen prikkelen gemeentes. Prikkelen als zodanig, daar ben ik met je eens. Ze zijn slim in prikkelen als zodanig. Maar vervolgens lopen ze daar dan toch tegen de muur op. Hè? Want, omdat de wereld ingewikkelder is. En ik heb het idee dat jij dan in jouw boek, dat heb ik gelezen, dus ik weet al dat het daarin gaat. Er is dan een derde model. Hè? Dat is het netwerkmodel. Ja. Nou, kun je daar eens op ingaan? Dus derde manier, en dat is ook meer de actuele manier van hoe wij in Nederland naar de publieke orde kijken. Ja. Vanuit de wetenschap. Maar de wetenschap spiegelt daarin ook gewoon het gedrag van bestuurders en beleidsmakers. Ja. En het idee daarvan, wat is nou het idee van een netwerkbestuurder? Ja, nou, ik denk inderdaad, de bestuurskunde spiegelt daarin het bestuur. En andersom eigenlijk ook. En ik wil maar vast gezegd hebben vooraf dat dat volgens mij niet zo handig is. Dat daar toch een soort denkfout gemaakt lijkt te worden. Maar leg je eerst even wat die netwerkmaatschappij is. Nee, dat is wat anders. Netwerk. Bestuur. Bestuur. Ja. De netwerk samenleving en netwerk bestuur past juist niet zo goed op elkaar. Dat is een van het. Daar gaan we zo ook verder. Ik versprak me. Ja. De netwerkbestuur is het idee. En dan begin ik toch even bij dat nieuw product management. In nieuw public management, stel ik ben nog steeds het Rijk en jij bent nog steeds de gemeente en we hebben het nog steeds over die bijstand. Daar ontstaat het idee, als ik jou prikkel op uitstroom uit die bijstand, dan mis je een heel groot deel, of jij niet alleen, maar ik ook. Wij samen missen een heel groot deel van de problematiek die daar aan de orde is. Het gaat daar namelijk niet alleen over arbeidsparticipatie, maar het gaat daar over van alles nog wat. Over armoede, over gezinnen die ingewikkeld zijn, over samenhang met jeugdzorg, over samenhang met maatschappelijke zorg, over van alles nog wat. En dat zie je niet, want die prikkel duwt dat weg. Die prikkel zegt gewoon, ik betaal jou voor uitstromen en voor de rest zoek je het maar uit. Dus als je dan als gemeente inderdaad gaat zitten investeren in uitstroom, dan ontstaan daar allerlei, of ontstaan niet, blijven allerlei sociale problemen over die je eigenlijk niet dekt.
Dus meer en meer ontstond het inzicht dat de wereld eigenlijk ingewikkeld is en dat die nieuw public management wel een antwoord heeft gegeven op het ene probleem dat in dat oude bestuursmodel bestond. Namelijk, jij doet niet wat ik zeg alleen maar omdat ik het vraag, maar pas als ik je prikkel. En niet op het andere probleem. De wereld is eigenlijk heel ingewikkeld en ik kan het als regelsteller niet goed overzien. Dus dat probleem hadden we eigenlijk niet getackled. En dan zie je in de bestuurskunde en in het bestuur een enorme beweging naar horizontale netwerken ontstaan. Waarin het idee is, we hebben verschillende beleidsdomeinen nodig en verschillende actoren ook nodig die gezamenlijk de probleemdefinitie bouwen. Als we even bij die bijstand blijven, we hebben een gezin. Dat gezin heeft geen geld. Dat is eigenlijk de bijstandsdefinitie van wat er aan de hand is. Maar er is tegelijkertijd een opvoedingsprobleem misschien. Een echtscheiding, alcoholisme. Noem maar op. En dan horen alle... Ja. Gebroken been. Van alles. En daar horen allemaal professies bij. De echtscheiding, daar hoort, laten we zeggen, maatschappelijke zorg bij. Dat kinderen in zo'n gezin misschien soms niet helemaal goed gaan, daar hoort jeugdzorg bij. Dat er alcoholisme is, daar hoort misschien een psycholoog of een psychiater bij. Of een andere dokter. En dat gebroken been is er dan ook nog. En de schuldhulpverlening. Dus dat zijn verschillende deelterreinen die allemaal relevant zijn voor die enkele casus. Ja. En die moeten op elkaar worden afgestemd. Ja, vreselijk. Ja, dus dat is het idee. Het is een vreselijke klus. Dat is een vreselijke klus. En het antwoord daarop is, en dat antwoord klopt dus niet, denk ik. Dat antwoord is, we doen die mensen samen. Die professies. En die professies gaan samen kijken naar die ene casus. En dan zijn zij in staat, en dat is de denkfout, dan zijn zij in staat om gezamenlijk tot een antwoord te komen op dat probleem. En ik denk wat er goed is hier, wat er klopt is, die verschillende professies zijn nodig om die enkele casus te kunnen behandelen. Want inderdaad hebben we het nooit alleen maar over inkomensgebrek, maar ook over al die andere problemen die jij noemde. Al die andere problemen hoeven ook niet eens voor te komen in een gezin zonder inkomen. Hè. Die kunnen ook in een heel rijk gezin voorkomen. Dat is helemaal het punt niet. Maar die verschillende problemen die bestaan allemaal naast elkaar. Dus daar hebben we al die professies bij nodig. Want die hebben verstand van deelproblemen die er in zo'n gezin aan de orde zijn. Maar de implicatie die daaraan vasthangt, dat daardoor de integratie van die professies in een enkele aanpak ook mogelijk is. Die implicatie die is denk ik vooral naïef. Maar ze kunnen toch een WhatsApp groep openen? Ja, en dan gaan ze met elkaar praten. En dan zegt de dokter, god ja, er is hier een medisch probleem. Ja. En dan zegt de bijstandsverlener nog steeds, ja, we hebben hier een bijstandsprobleem. En dan zegt de schuldhulpverlener we hebben hier een schuldprobleem. En de jeugdzorg zegt, we hebben een jeugdprobleem. Maar het lastige hieraan vind ik, kijk, de maakbaarheidsverwachtingen zijn dan wel erg hoog. Want in de klassieke bureaucratie was het helemaal one size fits all. Zeker. Ja, was je gewoon een nummer als burger. Ja, ja. En nu krijg je eigenlijk na die marktwerkingsfase en nu dan de netwerkfase, krijg je eigenlijk meer aandacht voor individuele situaties dan voorheen. En toch blijf je nou eigenlijk zeggen van ja, maar het lukt nog steeds niet om die mensen te benaderen en een echt op maat gesneden antwoord te bieden en daarmee dus beleid te hebben dat problemen ook oplost. Bijvoorbeeld in de bijstand. Maar we hebben het nu over bijstand. We kunnen ook andere voorbeelden. Ja, we worden alles kan. Ja. Dat, ja. Nee, maar bijvoorbeeld in de criminaliteit. Ja, zeker. Stel bijvoorbeeld, je wil een wijk aanpakken. Ja. Je werkt samen met de politie, de brandweer, een stadsmarinier, een wetenschapper. Ja, en die proberen tekenen van ondermijning te inventariseren en dat aan te pakken. Ja. Ja, daar is hetzelfde uiteindelijk. Hè. Het is uiteindelijk concreter dan de bureaucratie ooit gewerkt heeft. Concreter dan de politie ooit heeft samengewerkt. Denk ik dan, als ik dat zie. Mm-hmm. In the grand scheme of things. En dan tegelijkertijd loop je dan toch tegen de maakbaarheid aan. Wat moet er dan nog gebeuren? Hebben we te hoge verwachtingen? Ja, we hebben zeker te hoge verwachtingen. Dat die maakbaarheid, het gebrek aan maakbaarheid is het probleem. Dat het antwoord op dat gebrek aan maakbaarheid is eigenlijk, we gaan het toch maken. Maar dat heb ik bewust zo gezegd. We gaan het toch maken. En het probleem zit hem niet in dat het niet mogelijk zou zijn om al die verschillende dingen op te tellen. Dat is misschien toch ook het probleem. Maar er is een dieper probleem, namelijk dat het we dat gaat maken niet bestaat. Maar dat we, dat moet je even toelichten. Want dat vind ik nou heel abstract. Want we kunnen toch wel identificeren dat er probleemwijken zijn. Nee, zeker, zeker. We kunnen toch wel identificeren dat er een groep is van mensen in de bijstand. Dat is inderdaad niet de dominante groep, maar is een groep binnen de bijstand. Die zit gewoon vol met sneuwe gevallen. Dat wil zeggen verwaarlozing, kinderen die uitval hebben op school, ouders die alcoholist zijn. Ja. Daar is toch wel een we? De
Ik denk de constatering dat wij multiproblematiek hebben en dat we die niet kunnen aanpakken, is eigenlijk dezelfde constatering als zeggen wij hebben hier verschillende beleidsdomeinen naast elkaar die hebben geleerd en vrij goed zijn om hun eigen beleidsdomein zeg maar, te bestrijken. Dus de jeugdzorg doet de jeugdzorg en de inkomensvoorziening doet de inkomensvoorziening en de dokter doet de doktersdingen. Maar dat we-niveau, dat is er niet. Dus die horizontale beleidsvorming rond zo'n casus is horizontale beleidsvorming door domeinen die in zichzelf, laten we zeggen, gespecialiseerd zijn en hun eigen eindwaardes in zich dragen. Dus die dokter is er voor de medische dingen en die inkomensvoorziening is er voor de inkomensdingen. Dat zijn hun eigen eindwaardes. Daarboven hangt iets van een, laten we zeggen, abstracte, integrale eindwaarde, maar die kennen we niet. En degene die die moet formuleren, degene die moet formuleren wat die is, is hetzelfde setje losse actoren dat we al hadden. Maar nu maak jij het heel complex. Terwijl als ik het even gewoon terug naar de aarde breng, zou ik zeggen van, we hebben toch een norm van wat normaal burgerschap is? Een bandbreedte? Nee. Nou ja, je gaat naar school, je gaat naar je werk, je bent zelfvoorzienend, je bent niet ziek. Je kunt daar uitvallen om allerlei redenen. En er zijn mensen die zitten dan binnen die bandbreedte, pakken die dan echt 3 uitsnedes. Nou, en dan heb je dus een probleem. Zou ik zeggen. Ja. Heeft toch niks te maken met de vooringenomenheid van de politie of de dokters dat dat zo is? Dat is toch. Kun je dan toch vaststellen? Ja, ik denk niet dat het vooringenomenheid is. Dus neem zo'n dokter die. Training. Het is training, ja. Precies. Het is ook hele lange training. Ja. Dus die dokter kijkt naar die casus, naar die persoon, ja. als dat pakketje gezondheidsproblemen. Dus zelfs binnen die medische sector is het heel ingewikkeld. Ik heb onderzoek gedaan en heb ook een beetje meegedacht over de integratie van ouderen zorgbeleid in Amsterdam. Ja. Dat gaat over eigenlijk huisartsen en wijkverpleegkundigen en de gemeente daaromheen, zeg maar, maatschappelijke zorg, die op elkaar moeten worden afgestemd rond een enkele ouderen. En dat blijkt al ongelooflijk lastig. Je ziet dan dat die verschillende beleidskolommen eigen afwegingen maken die het gevolg zijn van hun jarenlange training, hun eigen inbedding in die beleidskolom. Ja, ja. Maar dat heeft ook te maken met wat ik net zei, dat een netwerksamenleving en een netwerkaanpak niet per se goed op elkaar passen. Een netwerksamenleving is die samenleving waarin verschillende organisaties en burgers hun eigen opvattingen hebben gemaakt, gekregen over wat zeg maar waar is en over en hun eigen kennis enerzijds en min of meer gratis daarbij, noodzakelijkerwijs daarbij, hun eigen opvatting over wat er goed is. En ik ben wel met je eens dat daar ergens in de verte misschien iets zou kunnen bestaan waar we het over eens zijn, maar dat is denk ik niet waar het in die beleidsvorming over gaat, in die samenwerking tussen die verschillende actoren. Want daar gaat het over de vraag, wat moet ik nou doen en wat moet jij nou doen en wat gaan we hier nou eigenlijk doen met zo'n burger? Ik beluister hier toch een hele grote kritiek op bureaucratie eigenlijk, hè? Op hoe onze instituties samenwerken. Die raken gewoon verward in hun eigen doelstellingen binnen die netwerken. Ja, waardoor ja. Het probleem waar het over zou moeten gaan eigenlijk niet meer goed in beeld is. Dat klopt, maar ik vind die formulering niet goed. Want jij zegt eigenlijk die probleemdefinitie is niet helder. Dat ligt heel erg aan je training. Nee, ik zeg die probleemdefinitie, de enkele overkoepelende probleemdefinitie bestaat niet. Is er niet. Is ook niet denkbaar. Nee, maar wij hebben definities van actoren in dit veld. En dat zijn nou helemaal actoren in het veld. Die zijn niet ook iets anders. Die zijn niet ook het geheel. Er zijn natuurlijk wel heel veel actoren die zeggen, ik ben het geheel. Ik sta voor het geheel en daarom moet je naar mij luisteren. Ja. Dat doen doktoren vaak. Die zeggen van, god, ik ben hier de dokter en dan kan jij wel van de bijstand zijn. Maar ik ben hier de baas. Ja. Maar dan zegt die bijstandsuitvoerder van, god, ik ben van de bijstand. Dus jij kan dokter wezen, maar ik ben toch zelf de baas. Ja. Krijgen een strijd tussen de professies. Ja, dus de vraag is niet wat er echt waar is. Daar zijn we denk ik niet over eens, wat er echt waar is. Maar daar gaat de strijd niet eens over. De strijd gaat over, in die uitvoering, over verschillende kolommen die met elkaar iets moeten doen. Ja, heel lastig. Het zou heel mooi zijn als er een soort eindwaarde was, maar ik geloof daar niet in. Ja, jij geloof ik wel. ik ben erg benieuwd naar hoe jij dit ziet. Kijk, intuïtief gesproken, als gewone burger en ook als bestuurskundige denk ik wel, dat jij wel erg snel relativeert dat het niet duidelijk is waar we het over hebben. Ik denk dat je best kunt zeggen van, de bijstand, daar zitten mensen in en die moet je eruit willen hebben. Dan kun je natuurlijk zeggen van, er is een granieten kern die er niet uit wil. Er is een harde kern die niet stuurbaar is natuurlijk, maar dan nog zie ik wel de oplosbaarheid erin. Maar laat ik het eens over een andere boek gooien. Ik had hier eens een keer te gast Hans Bosselaar. Ja. Hans Bosselaar doet onderzoek naar individuen. Dat doet hij trouwens
met heel veel andere wetenschappers nu in de landen die ook op die manier kijken naar, naar burgers. En ja. De focus is dan niet op best practices. Mm-hmm. Van in Den Haag doen ze het op een bepaalde manier heel goed, hè, bij de aanpak van alcoholisme of van een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Nee, het gaat niet om het Haagse model of het Utrechtse model. Het gaat om dat er bepaalde individuen zijn, hè, een beetje echt competente individuen die tussen het systeem van de bureaucratie, de markt en het netwerk, want dat beheersen ze alle drie, ook de menselijke kant hebben en vooral ook het vermogen hebben om te zeggen van dit is het probleem en dit ga ik oplossen. Ja. Er zit een soort capaciteit in die mensen en dat noemt, die Hans Bosselaar noemt dat in navolging van andere wetenschappers, best persons. Ja. Nou, die best persons, dat zijn, hij noemt het ook wel de dinges. Ja. Ja, en dat zijn individuen die het verschil maken. Ja, wat vind je nou van zo'n soort ontwikkeling? Te meer omdat dat eigenlijk wel, hij zegt eigenlijk van, nou, maar als je de juiste mensen bekrachtigt en ook de portemonnee meegeeft, dan kunnen ze echt een verschil maken in hun eentje. Dus eigenlijk voorbij het idee van de systeembenadering, naar een soort publiek ondernemerschap bijna, hè? Ik ben het daarmee eens. Interessant genoeg. Ik denk dat je dat niet verwacht. Nou, ik ben benieuwd hoe je er ook wetenschappelijk naar kijkt. Het gaat om je mening. Eén ding dat daar, denk ik, net niet helemaal klopt. Jij zei, als je die mensen bekrachtigt, dan komt het allemaal goed. Maar de je die die mensen zou moeten bekrachtigen, die is er niet. Dus die dingen zelf. Ik denk dat wat Hans Bosselaar doet, is laten zien dat in zo'n netwerk samenleving, als je in een netwerksamenleving zou willen komen tot netwerkbestuur, dat dan de handelende instantie niet het netwerk is, want dat bestaat nog niet in een netwerksamenleving, maar de actor die in zo'n netwerksamenleving netwerkbestuur wil bouwen. Ja, dat is een beetje abacadabra. Ja, dus misschien moet ik één tussenzin. Neem nou het voorbeeld van die bijstandsmedewerker. Ja, die medewerker die. Misschien moet ik even iets technisch zeggen tussendoor over die netwerken. Ja, ik wil juist ook concreet. Maar ja, ik kom ook wel concreet. Doe iets technisch. Dat in die netwerkbenadering, en dan bedoel ik niet de bestuursbenadering, maar de sociologie van de netwerksamenleving, wordt onderscheid gemaakt tussen netwerksamenlevingen. En dat zijn samenlevingen waarin actoren redelijk autonoom, op basis van hun eigen kennis en hun eigen voorkeuren, keuzes maken over de vraag, met wie ga ik nou wel wat doen en met wie ga ik nou niet wat doen. Ja. Dus een netwerksamenleving is een samenleving die bestaat uit patronen van inclusie en exclusie. Als je niet iets met iemand anders wil doen, doe je het niet. En als je het wel wil, doe je het wel. Ja. Dus een netwerksamenleving is een samenleving, Castells beschrijft het zo, een samenleving waarin actoren zeg maar zelf actor worden, zelf gaan kiezen en zelf ook de capaciteiten hebben. Dat is natuurlijk verschillend, hè? Sommige mensen hebben veel capaciteiten, andere weinig, maar zelf de capaciteiten hebben om dat tot op zekere hoogte te doen. Binnen zo'n netwerksamenleving kunnen er netwerken van intensieve samenwerking ontstaan. Maar dat kan dus ook niet zo zijn. En zo'n netwerk heet in die literatuur een clique. In het Engels, hè, clique. C-L-I-Q-U-E. In het Nederlands gewoon clique. Datgene wat netwerkbestuur is, is eigenlijk een clique. Is niet een netwerk zoals een netwerksamenleving, maar is een geëffectueerde clique. En die clique, die kan je niet postuleren, die kan je niet veronderstellen, die moet je maken. En de jut die dat moet maken, is een actor in die netwerksamenleving. Ja, precies. Maar dat snap ik wel. Maar het nadeel aan deze theorie vind ik, dat jij nu gemakkelijk eigenlijk eroverheen stapt, dat heel veel professionals, heel veel ambtenaren, die willen graag een probleem oppakken. Die zitten in stuurgroepen, die zitten in teams. Ja, maar dat is heel belangrijk. Die hebben vaak cliënten. Ja, nee, maar het is toch wel belangrijk om te benadrukken dat die power, om die samenwerking te postuleren, om het zo te zeggen, ja, die is er wel. Volgens mij is die er wel. Nee. Maar je plakt hier twee dingen aan elkaar die je niet aan elkaar kan plakken. Vertel. Het kan nog steeds zo zijn dat die actoren in die netwerksamenleving heel sterk altruïstisch zijn en volkomen gericht zijn op zo'n cliënt. Dat heb ik niet gezegd. Dus het kan nog steeds zo zijn dat als je dokter bent, dat je volledig in het belang van de cliënt handelt. Ja. Omdat je dat helemaal wil. Ja. De intenties zijn goed, maar het resultaat is er niet. Nee, dat is het punt niet. Oh. Op het moment dat de buurman vanuit een ander domein ook volledig altruïstisch nadenkt in termen van het belang van de cliënt, denkt hij wat anders. Dus als ik nou dokter ben en jij bent arbeidstoeleider en we hebben hier een cliënt, dan zeg ik tegen jou, wacht nou even met die arbeidstoeleiding, want ik ben eerst nog bezig met zijn psychologische problemen. Ja. En jij zegt tegen mij, wacht nou even met de psychologische gezeur, ik ga hem eerst arbeidstoeleiden, dan komt het vanzelf goed. Ja. Dan ben jij volledig gericht op de cliënt, ik ben volledig gericht op de cliënt, maar we willen toch iets anders. Ja, ja. En dat maakt dat onze twee posities in de netwerksamenleving ons niet vanzelf tot een kliek maken. Maar als ik jou zo... Als ik jou zo als het...
eigenlijk tot me laat doordringen wat jij zegt, dan is er eigenlijk heel veel conflict over wat het goede nou is voor precies. zo'n... dat is precies het punt, ja. Voor iemand die in de bijstand zit. Dat is die professies zijn het ook helemaal niet met elkaar eens. Nee. Ja, ja. En als je ook naar die bijstand kijkt, ja, toevallig, ik bedoel, we kunnen het ook over een ander domein hebben, maar die bijstand is wel interessant. We hebben het al helemaal afgebroken. Het is prachtig. Dus dit, kijk, het is een beetje natuurlijk al waarom het een interessant probleem is, omdat we het hebben over mensen die duidelijk hulpbehoevend zijn. Ja, ja, ja. Ja, en we hebben het ook over een groep die, waar we eigenlijk met de beste intenties niet heel veel vooruitgang lijken te boeken. En dat is natuurlijk heel interessant bestuurskundig. Dat we hebben eigenlijk de middelen. Hè? We hebben ook de bestuurlijke revoluties al achter te kiezen. We zijn best bereid om te veranderen en dat lukt niet. Dus het is eigenlijk een heel mooie casus. Ja, dan denk ik dat het ook nog eens veel moeilijker wordt. Omdat je die bijstand gaat om de onderkant van de arbeidsmarkt. Hè? Dan zien we tegelijkertijd in de onderkant van de arbeidsmarkt een enorme druk op arbeidsvoorwaarden. Dat heeft denk ik te maken met andere ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Maar we zien mensen een beetje naar beneden vallen, waardoor het in de onderkant van de markt heel moeilijk blijkt te zijn om net de arbeidsvoorwaarden overeind te houden. Ja, dus we zien die beweging, bij de post bijvoorbeeld. We zien de beweging van baan naar losse taken. En die losse taken die worden niet meer uitgevoerd in de context van een baan, maar heel erg in de context van dienstverlening. Je wordt gewoon letterlijk ondernemer. Hè? Ja, precies. De ene tijd maaltijden rondbezorgen, dan weer pakketten. Ja. Dus het is geen baan meer, het is geen functie meer. Het is inderdaad een pakket van taken die je als ondernemer, onderaannemer, ZZP'er... Ja. En die bijstand, die oude bijstand, die zei, de doelstelling van de bijstand, een hele belangrijke, is uitstroom. En dat betekent uitstroom naar... Ja, baan. En dat is er niet meer. Dus als je nu nadenkt over die bijstand, dan moet je nadenken over de vraag, wat willen wij hier nou eigenlijk in godsnaam? Ja, maar er zijn toch wel banen natuurlijk ook. Dit is toch te kort in de bocht. Er zijn banen. Is geen probleem. Ja, we hebben nu corona, dat is waar. Maar zelfs ondanks corona is er nog best wel wat werkgelegenheid. Dus... Nou, banen zijn dingen die hoger in de markt wel bestaan. Dat, en ook, laten we zeggen, de loodgieter en de elektricien en zo, dat zijn ook banen. En die bestaan ook wel in volledige pakketten, zeg maar. Ja. Maar dat is helemaal niet het segment waar we het over hebben als we het hebben over de bijstand. Mm. Dat echt absoluut niet. Dus als je daar de vraag stelt, wat willen wij hier nou met deze cliënt? Dan is dat helemaal niet zo makkelijk. Want wat wij wilden is uitstroom naar iets... Iets dat niet meer bestaat. En wat we in plaats daarvan nu moeten willen, dat weten we eigenlijk niet. Ja. Dus dat is denk ik heel ingewikkeld. Daarnaast is nog het probleem, als die wereld, de wereld van arbeid, een wereld wordt van losse diensten, dan is ook niet meer zo duidelijk wie nou de populatie is. Voor wie wij dingen doen. Wij krijgen grenzen die fluïde zijn. We hebben de Europese Unie. We hebben mensen vanuit allerlei landen die hier werk verrichten. Dat werk is soms werk in de zin van een baan. Soms is het werk in de zin van een dienst. Ja. Dus datgene waar het over gaat is ook onduidelijk geworden. Maatschappelijke economische ontwikkelingen die maken het ook moeilijker. Op twee niveaus dan. Hè? Ja, wat omsluiten we nou eigenlijk? En wat doen we daar? Ja, ja. Ja. Ja, het gesprek is snel gegaan. Ik ga al afronden. Zijn we er al? Ben benieuwd wat jij nu van mijn samenvatting vindt. Kijk, ik vind namelijk dat de bestuurskunde in de klassieke Weberiaanse zin van het woord, zoals die nu ook helemaal terug is in coronatijd, namelijk de overheid die eigenlijk op een staatskapitalistische en op een medisch... Zeker. Medisch-industriële manier eigenlijk weer opnieuw zegt van, nou, we moeten dat virus onder controle krijgen. En dat betekent ook dat we ons op een bepaalde manier moeten gedragen. Ook tot en met mondkapjes aan het doen. Je hebt echt weer staatsinvloed. Ja. Staatsinvloed die ook weinig rekening houdt met regio's of met verschil van banen. Ja, en eigenlijk vrij top-down eigenlijk wordt ingericht. Ondanks een terugkeer naar alle ouderwetse bestuurskunde. Ondanks alle structuren van medezeggenschap, bijvoorbeeld van verpleegkundigen in ziekenhuizen, zien we nu een terugkeer eigenlijk van het klassieke model van de bureaucratie. En al voordat die terugkeer er was, had ik altijd het idee van, nou, dat is ook niet zo gek. Want in die netwerkmaatschappij zijn we ook wel eens vergeten dat de overheid ook met die klassieke taak sommige dingen goed deed. Maar een van de zwaktes van die manier van bureaucratisch inrichten van de publieke orde is natuurlijk het gevoel van de onmenselijkheid ervan. Ja. Dat iedereen eigenlijk in een nummertje verandert en dat de overheid gewoon één lijn trekt en dat eigenlijk ook vervolgens tot een deugd verklaart. Want wat gebeurt er? De overheid die zegt niet meer van, jij bent zo rijk of dat is jouw sociale afkomst of jij woont in die stad en dus krijg je een aparte benadering. Nee, we moeten gewoon allemaal thuiswerken, tenzij je in de vitale sectoren werkt. Maar er zit dus iets onmenselijks in die bureaucratie. En daarom kun je zeggen dat die marktwerking en die vernetwerking van het openbaar bestuur,
dat had eigenlijk toch dat was een beweging van vermenselijking. Daardoor was er veel meer oog voor verschil, veel meer oog voor samenwerking. Daarom heb ik ook, ook problemen met die term neoliberalisme. Ja. Dat heb je, je ook goed neergezet. Maar dus ook het ruimte maken voor het eigen belang van gemeentes en het calculerende, dat kun je ook zien als een aspect van die bureaucratie is niet meer, die houdt rekening met die menselijke conditie, houdt rekening met het verschil. Ja. En in die lijn dacht ik eigenlijk van de volgende stap is toch dat we nog meer naar dat individu toe gaan. Maar wat ik van jou nu leer is eigenlijk van ook al hoe dieper en je ook tegen de naar de maatschappij toe wil, je kunt bepaalde problemen niet, de oplosbaarheid is daar gewoon klein van. En dat heeft ook te maken met iets anders. Er zijn twee bewegingen tegelijkertijd. We zien dat bestuur verschuiven van zeg maar klassieke bureaucratie naar marktdenken, naar netwerkdenken. Maar we zien de samenleving verschuiven van een sterk geïntegreerde samenleving rond gedeelde ideeën over wat goed, wat waar en wat goed is en wat waar is en wat moet. Drie type instituties, normatief, regulatief, cognitief. Van zo'n samenleving naar een netwerksamenleving waarin eigen ideeën bestaan over wat goed is, wat waar is en wat moet. Ja. En dat is denk ik het hoofdprobleem van het bestuur. Dus als je nu ook kijkt naar de zeg maar de terugkeer van de bureaucratie in het coronabeleid, zoals je dat noemde, daar ben ik het mee eens. Ik denk dat het inderdaad gebeurt. Dan zie je dat daarnaast alternatieve concepties bestaan en met kracht worden gebracht, zelfs binnen het kabinet. Ik las gisteren nog de krant dat de sociaal-economische vijf, dat is dan binnenlandse zaken, economische zaken, sociale zaken, financiën en vijf even kwijt. Weet jij het? Nee. En nummer vijf, die zeggen dat coronabeleid is precies zoals jij het formuleert, helemaal gespitst op die medische kant. Maar de sociaal-economische kant, sociale samenhang, economie doet er ook toe. Dus je ziet daar dat, en dat is dus geen gevolg van, laten we zeggen, een bestuurskeus, maar een gevolg van differentiatie in de samenleving, vernetwerking in die samenleving, dat andere perspectieven altijd, laten we zeggen, een positie blijven opeisen. Dus het is niet alleen zo dat het bestuur... Maar het heeft niet alleen met positie eisen, maar... Ik kan nog één zin, als ik mag. Het is niet alleen zo dat het bestuur tegen mensen zegt, jullie zijn nu ook mensen, jullie doen ertoe, zoals jij het net formuleerde. Maar die mensen worden zelf ook mensen, dat was al zo. Dat gebeurt in de samenleving. Ja, dus die worden mondig. En dat was al zo. Dus dat is geen bestuurskeus. Dat is een maatschappelijk proces dat zich voltrekt. Ja. Waar we het mee hebben te doen. Ja. Dus dat wij een samenleving zeg maar zonder wij hebben. Ik bedoel met eigen posities als het gaat om het goede, het ware en wat moet. Is nou eenmaal een maatschappelijke ontwikkeling waar we in het bestuur mee hebben te dealen. Ja. En dan is dat netwerkbestuur eigenlijk niet zo handig, denk ik. Want dat doet net alsof dat niet waar is. Alsof we het eigenlijk eens zijn. Ja. En de paradox is dat je dezelfde termen geeft, netwerk, samenleving, netwerk, besturen. En die kloppen dus niet. Maar het matcht niet. En het matcht niet. Precies. Waarom niet? Wat is nou precies het punt? Ja, dat is net wat ik zei. Dus die netwerk samenleving laat zien dat een samenleving bestaat uit actoren die al dan niet iets met een ander doen op basis van hun eigen keuze. Die zijn natuurlijk wel gebonden, die keuze, maar die eigen keuze wordt relevant. Hè? Ja, ja. En netwerkbestuur veronderstelt dat die actoren samen zijn, dat ze kliek zijn. Nou, ja. Dus netwerkbestuur veronderstelt kliekvorming. Ja. Die algemeen is. Ja. Dank voor jouw tijd. Leuk dat je hier was. Ja, afrondend. Dankjewel. Wat jij gezegd hebt past heel goed bij de titel van je boek. Ja, bestuur zonder wij in een samenleving zonder wij. En dat is denk ik waar we vandaag wat over geleerd hebben. Dus dank dat je hier was. En leuk. Ja, leuk. Dankjewel.